oorsprong ligt hem eigenlijk dat het glas in lood een toepassing was om kleine stukjes glas aan elkaar te maken en dan uiteindelijk toch een heel raam dicht te gaan maken. Brandschilderen is een onderdeeltje van het glas in lood. Daarmee kun je kleine details op het glas aan gaan brengen, zeg maar. En wat je dan doet is dus pigment aanmaken met een bepaald medium wat aan het glas hecht. Want normaal gesproken een druppel water die hecht niet aan glas. Dus er zit een soort hechtmiddel in dat medium. En dat pigment wordt aangemaakt en vervolgens gaat het de oven in. En afhankelijk van de kleur worden zo tussen de 590 graden en de 640 graden ingebrand. En wanneer het ingebrand is, kan het ook niet meer van het glas af. Glas en lood wordt tegenwoordig weer gewaardeerd, maar er is een periode geweest, de jaren 60 en 70. Toen was het allemaal al bollig en dan moest het allemaal weg, want het isolatieglas kwam op en het was allemaal veel prachtiger als dat mooi licht werd. Dus het is wel een tijdje uit de gratie geweest, vooral in de jaren 30 woningen kennen mensen het glas en lood van in de bovenlichten. En je ziet toch wel dat mensen dat toch wel weer terug willen hebben en er is wel weer waardering voor. Wat ik het mooie vind we werken altijd in opdracht, is het feit dat er is niks. En mensen komen wel met ideeën en uiteindelijk heb je iets. Het schijnt zo te zijn, in Chartres staat de kathedraal. En de glazenier die destijds daarmee begonnen is, die moest een kleur ontwikkelen en dat recept. Dat moest hij meenemen in zijn graf. En men heeft het nog steeds altijd over Chartres Bleu. En dat is een kleur waarvan men tot op heden nog steeds niet weet wat die ingrediënten zijn om die kleur te gaan maken. En die kleur die is er gewoon niet bij te krijgen.